Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autovust Mercedes-Benz, Dura Vermeer en Van den Assem Schoenen. Goeiedag, het is dag 2 van het CIO en op die dag vooral aandacht voor de springruiters. Vanavond is de ontknoping van de landenwedstrijd, maar eerst een springwedstrijd op tijd met hindernissen van 1,50 meter hoog. Op een parcours dat tot in de precisie is uitgedacht door parcoursbouwer Louis Konings. Ja, heel goed, dank je. Ik ben hier als assistent begonnen, als jongste assistent. En dus heb wel heel veel meegemaakt hier. Ook de tijden dat we nog heel eens, ja, bodem hadden die nogal weersafhankelijk was. Ik ben nu, ja, misschien toch wel 8-9 jaar hoofdparcoursbouwer hier. Dus net op het randje en de rest komt dit water. Ja, erin. Hop. En dan maar bloemen eromheen zetten of zo? Kom jong. Jammer. Erin. Schoen uit, offer je op voor de goede zaak, niet te ver. Ik was niet de meest getalenteerde ruiter. En dan heb je wel eens commentaar en toen zei de parcoursbouwer destijds, die zegt tegen mij, je moet het zelf eens proberen. En dat is me eigenlijk goed bevallen. En dan rol je er vanzelf van je paard, rol je dan in de, ja, in de positie dat je parcoursbouw moet bouwen. Ik vind het wel mooi, mooi, maar de sloot is net te smak. Hè? Koebouw is, heb je wel veel jaren ervaring voor nodig. Niet om het kunstje te leren, maar om onder elke omstandigheden en ook het inschatten van de kwaliteit van het deelnemersveld enzovoort, om dat goed in de vingers te krijgen. Het gaat erom dat je combinatie vleugels vindt. Dus je mag niet die palen. Heb je vleugels die in de sloot passen? Liefste deze. Ja, en dan moet je zorgen dat je een goede paal vindt voor de... Maar die mag paars zijn, want de bloemen zijn ook paars, zie je dat? Geel, ik denk dat paars beter past dan geel. Is die helemaal paars? Nee, witpaars. Beter. Ik zelf ben wel iemand die probeert compleet te bouwen, dat betekent een soort compositie te maken. Dat is eigenlijk net een kunstwerk. Hè? Je zorgt dat je een mooie lijn hebt. Je zorgt dat iedereen het kan rijden, maar dat het toch een spannende wedstrijd wordt. Maar ook aankleding, decoratie, bloemen... al die dingen, een stukje drama en natuurlijk zorgen dat je het heel snel goed georganiseerd krijgt. Belangrijkste instructie, altijd naar mij luisteren, nooit naar anderen. En als de laatste hand aan het parcours is gelegd, kunnen de ruiters die meedoen aan de eerste springwedstrijd van vandaag bekijken wat Konings voor ze heeft bedacht. En we proberen hem eigenlijk zo goed mogelijk te visualiseren in ons hoofd, zodat wij als wij in de piste komen, dat eigenlijk een beetje automatisch gebeurt. Dus voor ons heel belangrijk om het zo goed mogelijk voor te bereiden tot we in de piste komen. Je hebt nu even rondgelopen. Waar zit voor jou, denk je, met name de moeilijkheid op dit parcours? Ik denk hindernis 3-4 is een moeilijke en 3 sprong toe. Dat is een hele grote keuze. 7 en 8 galopsprongen waar we al verschillende paarden aan dingen gaan doen. Dus dat wordt wel een moeilijke lijn, denk ik. Maar helaas voor Philip Paarts, aan hindernis 3 komt hij nooit toe. Zijn paard Impuls van de Heffink heeft er namelijk niet heel veel zin in. En zo is de wedstrijd voor hem voorbij voordat hij is begonnen. Voor de springliefhebbers blijft er overigens nog genoeg te genieten. Van de Nederlanders bijvoorbeeld. 17 Nederlandse combinaties doen mee, waaronder deze Michael van der Vleuten met zijn Dana Blue. Het publiek op de tribune komt natuurlijk om te genieten van mooie paardensport, maar ook met een klein beetje eigenbelang. Glasgow gaan we straks kijken, daar hebben we Merk Drachtig van, dus dat is wel leuk om te kijken hoe dat hij doet. Hij doet op het moment natuurlijk heel goed. Ja. Maar ja, wel leuk om live ook aan het werk te zien natuurlijk. Ja. Als vader het al goed doet in de sport, dan zijn de veulens ook aantrekkelijker straks om te kunnen verkopen natuurlijk. De winst gaat uiteindelijk naar deze Ier Kian O'Connor. Hij rijdt op Copain de Perchien en hij is niet de eerste Ier die het goed doet in het Kralingse Bos. It's been 3 international classes so far, and actually the Irish have won all 3. But the most important one is the next class, the Nations Cup. That's the one we really want to win as a team.
I think, as I say, the momentum is good and winning is a habit. And we've won 3 out of 3 already, so we're certainly trying our best. Duizenden jongens en meisjes dromen ervan om ooit van hun paardenhobby hun beroep te maken. In Maasland kan dat volgend schooljaar bij de nieuwe MBO paardensportopleiding op het Lentis College. Er is slechts plek voor 15 leerlingen en Amina en India zijn 2 van die gelukkigen. Ruiter fitheid moest doen en ik moest rijden en dan mezelf nog eens presenteren. Ik vond het ook wel een beetje spannend, want ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Maar je kan al aardig paardrijden, want anders kom je niet door die selectie heen. Ja, blijkbaar. Iedere dag zullen ze 3 uur reistijd hebben, maar toch kiezen ze voor deze opleiding. Ik wilde graag een opleiding doen met paarden die wat meer ook op de handel is gericht. En dat waren eigenlijk de andere opleidingen niet zo heel erg. Deze opleiding is onderscheidend omdat we op hele hoge kwaliteit gaan zitten. En je mag rekenen dat er een hele goede samenwerking is met echte topbedrijven waar je stage gaat lopen, waar je les krijgt. En natuurlijk alle partijen in Nederland die iets met de paardenbranche te van doen hebben, die hebben zich achter deze opleiding geschaard. De 15 leerlingen die de beste waren op een selectiedag zullen bijvoorbeeld gastlessen krijgen van de Maaslandse top-Amazone Danielle van Mierlo. Ik had zeker wel de kans genomen om deze opleiding te doen. Ik heb alles geleerd in de praktijk. Dus mijn eigen ervaringen die ik in mijn sportcarrière heb gemaakt en het opzetten van mijn eigen paardenbedrijf. Maar dat heeft heel veel jaren geduurd. Dus als ik de kans had gehad om het in een kortere periode allemaal te leren, had ik dat zeker gedaan. Voor Van Mierlo komt deze week een droom uit, omdat ze haar debuut mag maken tussen de wereldtop op het CIO in Rotterdam. En ook haar toekomstige leerlingen hebben natuurlijk zo hun dromen. Ik wil toch wel veel beter kunnen rijden dan ik nu rijd. Ik wil op de wat grotere evenementen komen. Niet zozeer rijden, maar gewoon weet je, als hulp of zo. En ik wil ook heel graag bereiken dat ik fijn en leuk en goed les kan geven aan andere mensen. Misschien dat we de leerlingen ooit terugzien op het CIO. Dat natuurlijk plaatsvindt op het terrein van de Rotterdamse manege. Met 180 jaar de oudste manege van Nederland. We zitten hier sinds 1937 en bestaan sinds 1837, dus dat is al een behoorlijke tijd. Nou, jullie zien het, hè? Er wordt hier gereden, de jeugd op de ponies. En dat is wat we hier doen, hè? Paardrijden en als sociëteit natuurlijk ook een hoop plezier maken, want daar houden we ook van. Wat maakt deze plek zo bijzonder? Ja, het is een beetje aan de rand van de stad, dicht bij de stad, de dynamiek van de stad. Maar toch ook dat Kralingse Bos, maar ook hier of buiten op ons terras, uitkijkende over het veld, de bomen. Ik zou bijna zeggen een soort oase in Rotterdam. CIO, dat komt eigenlijk voort uit een evenement wat de Rotterdamse Manege heel lang geleden organiseerde. Ik ben zo blij dat je dit vraagt. Het is 1937 dat we hier waren voor de eerste keer. Toen hebben wij om die gelegenheid ook in de maand september een concours georganiseerd. Dat was eigenlijk de voorloper van wat vandaag het CIO is. En de voorgangers hebben het allemaal zo goed gedaan, tot en met vandaag de dag natuurlijk, waardoor het zo enorm gegroeid is en het ook als zelfstandig evenement zo'n enorm succes is geworden. Wat denk je dat de kracht is van het CIO? Ja, ik denk ook wel weer een combinatie van elementen. De locatie, de stad Rotterdam. De top paarden en ruiters en Amazones. Maar ook de mensen die eromheen zitten die het allemaal gewoon picobello hebben georganiseerd en nog steeds organiseren. En ik denk dat dat het enorme succes is. Maar het blijft ook hartstikke mooi om te zien dit. 1937, 80 jaar.
Het CAO kan niet zonder vrijwilligers. Over het terrein in het Kralingse Bos werken er maar liefst 300, verdeeld over 20 teams. Iedereen heeft zijn eigen taak, van het schoonmaken van de paarden in de stallen tot het controleren van de kaartjes. Ik ben Marjan de Wild. Ik ben coördinator van Team Service Medewerkers. Ik ben Margien Willemsen. Ik ben de stalmeester. Dus ik heb een heel mooi team van 32 vrijwilligers. En wij runnen het hele stalgebied voor het CAO. Wij zijn hier vrijwilligers op de Rotterdamse Manege bij het CAO. En het is hier superleuk! Als die scanners het niet doet, jammer dan. Ja. Dan kan gewoon iedereen leuk overal. Hier is Danny nu mee bezig. En sinds een jaar van de vijf. Ja. Oké. Okay. Het is heel hectisch, zoals altijd. Het valt dit jaar eigenlijk wel mee, maar de eerste dag heb je altijd gewoon je opstart. Vergis je niet, het zijn hier ruim 300 vrijwilligers. Alles is hier bijna vrijwillig. En er zijn maar enkele betalende partijen. Dus ja, wij hebben een 3-4 keer overleg gehad met partijen, wat betreft dit team. En dan moeten we het doen. Dus eigenlijk ben ik voor dit jaar best wel heel tevreden. Nou ja, wij helpen vooral. De een haalt protocollen op. En de ander die doet de hekjes op het juiste moment dicht en open. Ja. Zodat de paarden er doorheen kunnen. De paarden komen hier aan op een dinsdag en een woensdag. Wij ontvangen ze. Zorgen dat alles helemaal tip-top in orde is. Zorgen voor stro- en zaagsel in de boxen als ze dat willen. En alle spullen, we parkeren ze en dan... En dat voor 245 paarden. Dus ga er maar aan staan. Nee, half vijf hoef je daar pas mensen te hebben. Want het begint pas om 5 uur. Maar dat schema, dat heb ik jullie met die tijden. Mario, even lieve schat. Nee, dat is, het maakt niet uit. Maar juist met die twee scanners. Het is inmiddels bijna een baan. Zeker de laatste maand. En maar ja, ik doe het met heel veel plezier. En ja, daarvoor heb ik best wel mijn spanning. Maar ik begin nu alweer te ontspannen. En ja, we hebben een geweldig team en het is een geweldig concours. En ja, weet je, het geeft heel veel voldoening. Het geeft ongelooflijk veel gezelligheid. En de paardensport, hè, die kan gewoon niet zonder vrijwilligers. Dus. Je zit eigenlijk op de eerste rij. Ja. Dat is gewoon heel mooi om te zien ook. Want die paarden, ze zijn best wel dichtbij. Mm-hmm. Ik ben één keer ook heel erg geschrokken, want toen was ik... zeg maar niet aan het opletten en toen kwam ineens een paard langs me voorbij en toen schrok ik best wel, ja. Voor mij vind ik het leukste dat we elk jaar weer gewoon een stapje kunnen verbeteren. Een heel plan neerzetten met je vrijwilligers en dat we het gewoon echt tip-top regelen voor die paarden. En dan op een zondag, als alles weg is, dan krijg je toch altijd wel een beetje kippenvel van we hebben het wel weer geflikt en voor dat gevoel doe ik het eigenlijk wel, ja. En het is ook best wel belangrijk, want het staat in de top 5 paardenevenementen van de hele wereld. Dus eigenlijk is het best wel belangrijk dat we hier zijn. Ik vind het zelf leuker dan school. Ja, ik ook. Ja, dat is veel leuker. Want het is gewoon... Ja, ik vind er, dat je er meer van leert. Ja. In je sociaalheid. Zoals gezegd zijn de vrijwilligers verdeeld over 20 teams. En één daarvan is het Team Ceremonie. En voor die dames bestaat er binnen het CAO geen leukere rol dan die van hen. De combinatie van de sport, dicht bij de sport staan, het samen met elkaar als team doen. En natuurlijk de gezelligheid die er ook bij hoort. En wat moet je dan doen? Ja, van alles. Op donderdag beginnen we. Dan gaan we alles verzamelen. De dekens, de prijzen, de rosetten. En verder... Zo'n rozet is een broche? Ja, zo'n soort medaille met een lint. Ja. Waarom zeg je dat niet gewoon? Ja, dat kan. Maar ja, dat is makkelijk. Rosette is korter, hè? Dat is waar. Hoe zou jij jouw rol willen benoemen? Zeer passief. Nee. Een beetje mooi zijn. Nou, dat gaat toch best? Ja. Ik draai gewoon mee. Ze zeggen wat en ik volg het op. Ja. Gaat dat thuis ook zo? Nee. Ja, het is lachen met de zussen Juliette en Carlien. Die samen trouwens net zo lang dit werk doen als Renske. Maar liefst 7 jaar loopt zij al mee. Nou, jij bent heel ervaren natuurlijk. Jij bent de moeder der paardenpoezen.
De prijzenpoezen noemen we het meer, maar teamceremonies zijn we. En nee hoor, ik ben er niet. Het zijn mensen die het al 25 jaar hebben gedaan, dus ik hoor nog lang niet tot de moederoverste. Nee hoor. Wat is je ambitie? Om ooit een keer op een paard te zitten, dat is mijn ambitie, ja. Zeker wel. Je hebt niks met paarden, hè? Nee. Goed verhaal. Waar dus al één competentie afvalt om prijzenpoes te worden, je hoeft niet van paarden te houden. Maar aan welke kwalificaties moet je dan wel voldoen? Je moet veel mensen kennen. Je moet natuurlijk enthousiast zijn over het concours en enthousiast zijn over de sport en in ons team passen. Maar het draait natuurlijk ook wel een beetje om uiterlijk. Nee, dat... Nee. Ja, is dat zo? Natuurlijk. Ja, maar er staat hier nooit in een dame met een bochel en één oog. Ja, nou, dat is iets wat wordt meegerekend. Maar daar draait het niet allemaal om. Het gaat vooral om de kennis, je kunde en dergelijke. Enthousiasme. Ja, enthousiasme inderdaad. Heel belangrijk. Het is niet zo dat je maandenlang in de sportschool hebt gezeten om hier... Nee, integendeel. Vanavond gaan we lekker sporten aan de bar. Als de laatste wedstrijd is afgelopen, zijn de prijzenpoezen dorstig en moet er gedanst worden. En dat kan. In het Stroodorp. Zodra het klaar is in het Rotterdamstadion, barst daar het feest los. Het Stroodorp. De plek waar zelfs de meest onschuldige Amazone transformeert tot woeste femme fatale. Gewoon echt de kerst op de taart. Ja, dat hoort er gewoon bij. Absoluut. Ja. Geen woorden voor. Ja, is goed hoor. Leuk. Goed beetje dit. Goeie DJ. Gezellig man. Ja. Waarom hoort dit bij het CIO? Ja, het is de juiste afsluiting. Hè? Of, nou ja, het is niet echt afsluiting, maar het trekt veel publiek. Uit Kralingen omgeving. Vastgoed. Heel gezellig. Heel erg gezellig. Met die kale. Met die kale, ja. Maar ik vind de band ook erg leuk dit jaar. Kijk, er zijn weer heel veel mooie vrouwen. Zijn er ook veel mooie mannen? Ja, hoewel ik moet wel zeggen dat het aandeel mannen iets minder is dan het aandeel vrouwen. Aan de andere kant, ja, het is maar net waar je naar op zoek bent. Waar ben je naar op zoek? Ik ben op zoek naar een hele gezellige avond met een lekker glaasje wijn. Goeie band, goede sfeer, mooie afterparty, goede sport. Want uiteindelijk kom ik daar ook wel voor. Wie heeft er gewonnen? Michael van der Vleuten was in ieder geval in de top 5. En sport kijken en feesten. Het kan allemaal bij het CIO. Degene die geïnteresseerd is in de sport komt morgen uitgebreid aan zijn trekken bij CIO TV hier op Rijnmond. Want vanaf 7:30 zenden wij de Kuur op Muziek live uit. En die is al wekenlang uitverkocht, dus wil je er niks van missen, kijk dan weer naar CIO TV. Tot dan. En zondag zijn we er natuurlijk ook. Hè. Prettig weekend! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Autowust Mercedes-Benz, Dura Vermeer en Van den Assem Schoenen.